beste kijkers en welkom bij de eerste aflevering van Lockdown Cooking. Zoals zoveel Vlamingen heb ik dit weekend mijn wc-papier gekocht. Natuurlijk rijst dan ook de vraag van, ja, hoe kan je dat nu het beste bereiden? Wel, vandaag gaan we twee manieren bekijken. We gaan het enerzijds in de pan koken en anderzijds gaan we het gewoon rauw serveren. We gaan dus beginnen met het wc-papier te koken in de pan. Nu, ik gebruik daarvoor een Oui Dagon. Je kan daar natuurlijk ook boter voor gebruiken, maar we willen het toch een beetje gezond houden. Dus ja, doe gerust een scheutje Oui Dagon erin. Voilà, kijk. En dan is het dus de bedoeling dat we het wc-papier op een licht vuurtje gaan bakken. 2 minuten aan weerszijden. Natuurlijk is het wel heel belangrijk wat voor soort wc-papier je hebt gekocht. Nu, ik ben voor een klassieker gegaan, de Classic Clean. Nu, het ding daarmee is, met de Classic Clean, dat is een heel dun wc-papiertje. Dus als je nu voor iets dikker bent gegaan, dan stel ik toch voor om eerder voor de 3 minuten te gaan en een iets hoger vuurtje te nemen. Dus we zullen ons wc-papier er even bij halen. Voilà, je ziet het, klassiekertje. Heel simpel, heel goed, maar toch ja, lekker gezond. Pak daar maar gerust 2 velletjes van en dan gaan we dat hier mooi in de pan leggen. Voilà, u ziet het, het is een klein vuurtje. Je mag het er zo een beetje ja, in laten walsen, als het ware. Kijk eens aan. En terwijl dit rustig aan het koken is, kunnen we ondertussen beginnen aan onze rauwe variant. Voor elke saus zou ik 2 velletjes papier nemen. Dus zo, voilà. En daar mag je dan telkens een beetje van je sausen opsmeren. Voilà, we zullen beginnen met de guacamole. Kijk eens aan, we gaan dat hier mooi uitsmeren. Zo, dan doen we ook nog de barbecue saus. En uiteindelijk natuurlijk de chili saus. Voilà, kijk eens aan, dan hebt u toch al een paar mooie gerechtjes, zou ik zeggen. Ze noemen dit ook wel de stoelgang van het leven. Oké, okay, ondertussen is ook ons gebakken wc-papiertje klaar, zie ik. Voilà, dat kunnen we er gewoon bij serveren. Kijk eens aan. U ziet die lichtgele kleur, dat laat eigenlijk zien dat het perfect gegaard is. Hè? Dus. Natuurlijk is geen enkel gerechtje compleet zonder de Jeroen Verdik finishing touch. Jawel, u weet het wel, mijn geheime ingrediënt, Biggie Eitjes. Kijk eens aan. Dus ja, neem er maar een paar en die mag je dan ja, naar behoren over het gerechtje strooien. Voilà, dat is het dus. Een ja, toch wel verwennerij van gerechtjes. Dus ik zou zeggen, geniet ervan in deze toch wel moeilijke dagen. Dit was hem dan, de eerste aflevering van Lockdown Cooking. Je kan alle recepten uiteraard ook nergens terugvinden. Ik was Jeroen Verdik en zoals altijd, stay the fuck inside. So, old people, do not die. Ciao, kies.